En dan kondig ik nu graag Joris Merks, onze volgende spreker van Google, aan. En Joris heeft overigens een boek geschreven en daar gaat ook zijn presentatie over. En dat is dit boek, de integratie van schizofrene online en offline marketing. We hebben 50 exemplaren, daar pakken de titel denk ik. 50 exemplaren daarvan, die worden first come, first serve, want zo werkt dat in deze business. Straks verstrekt tijdens een signeerversie die Joris zal houden aan het eind van het programma, dus tijdens de borrel. Dus nou, ik hoop dat het niet net zo'n soort run op ons wordt als bij de livegang van volledig numerieke domeinnamen. Maar doe je best, zou ik zeggen, en probeer er een te bemachtigen. Maar wel graag degene die echt geïnteresseerd zijn om het te lezen. Je moet ook wel geïnteresseerd zijn, want best een dik boek is het. Ja. Goed. Maar ik denk wel, als je een interesse hebt over hoe het internet en het zaken doen beïnvloedt, dan is het zeker interessant om te lezen. Zou mijn eerste signeersessie worden ook, dat is ook leuk. Hartelijk welkom deze middag. Mijn naam is Joris Merks, ik ben research manager voor Google. Verantwoordelijk voor al het onderzoek wat Google doet in de Benelux. En wat ik vandaag wilde vertellen is een verhaal, eigenlijk een klein stukje over de geschiedenis van het internet. Hoe dat uiteindelijk het marketingvak heeft veranderd. En hoe dat nog steeds problemen veroorzaakt, met name in grote bedrijven. Die moeite hebben om die veranderingen bij te benen. Terwijl eigenlijk al, het internet bestaat hartstikke lang en zo nieuw is nou ook weer niet. Maar er zit gewoon een soort achterstand in. En die achterstand die blijft lastig, omdat er interne krachtenvelden in grote bedrijven zijn. Die het omarmen van die nieuwe ontwikkelingen vertragen. En dat betekent ook weer dat er dus kansen zijn voor kleinere bedrijven om daarop in te spelen. Nou, dat verhaal wil ik doorheen lopen. Deze slide die komt uit een soort bootcamp. Ik werk inmiddels 2,5 jaar, bijna 3 jaar bij Google. En als je daar voor het eerst gaat werken, dan ga je in de eerste 2 weken naar Dublin. En dan krijg je een soort opvoeding. En dat is dan krijg je geschiedenis van het internet, over hoe Google-producten werken, et cetera, et cetera. En deze slide die zat dus in die training. Ik krijg dan overigens ook een mooi petje. Een soort petje in Google-kleur met een helikopter erop. En een t-shirt erbij, et cetera. En als je dus in Amerika zit, dan dragen mensen. Dat is ook echt de eerste 2-3 maanden dan zijn ze nooklers. En dus we hebben 1 keer in zoveel tijd krijgen we sessies. Dan hebben ze TGIF op vrijdag. En dan worden de nieuwe ontwikkelingen besproken in Amerika. En die worden dan naar ons gescreencast. En dan zien we dus ook echt al die nooklers in Amerika allemaal ergens in een hoekje zitten met die helikopterpetjes op en hun t-shirts aan, et cetera. Dat hoeven wij dus gelukkig niet. Maar ik heb hem wel thuis voor feestjes nog liggen. En deze slide heb ik als een mooie herinnering verder nog. Wat je ziet in deze slide is de curve is het aantal internetgebruikers vanaf de start van het internet. Je ziet het aantal bedrijven die dus meegelift zijn op de opkomst van het internet. En het aantal internetgebruikers aan de onderkant in aantallen. En wat ik zelf leuk vind is dat de opkomst van het internet valt voor mij ongeveer gelijk met het moment dat ik voor het eerst ging studeren. Dat was in 1995. En de bedrijven die ik daarin zie staan, dat matcht ook heel aardig met hoe ik de opkomst van het internet ervaren heb, gewoon als gebruiker. Want ik ging dus in 1995 studeren. Thuis hadden we daarvoor al een beetje internet, dat je met zo'n 56k modem moest inbellen en zo. En dat duurde allemaal heel lang, was heel langzaam. En dan heb je nog geen idee wat je daar dan kan vinden. Dus je gaat maar een beetje rondzoeken. En op een gegeven moment raakte ik er zo geïrriteerd van alles wat langzaam ging. En dan stopte ik er toch maar weer mee. En toen kwam ik uiteindelijk in Enschede, Universiteit Twente. En daar had je dus voor het eerst een netwerk met een paar duizend computers. Dat was op dat moment het snelste netwerk van Europa. Waar je dus ook breedbandverbinding had. We konden spelletjes tegen elkaar spelen. En toen kon ik voor het eerst gewoon echt een beetje internetten. En toen gebruikte ik dus altijd qua search engines, of in ieder geval om het internet op te gaan, gebruikte ik ofwel Yahoo, om dan dus met keywords te zoeken. Of nee, ik zeg fout, AltaVista om met keywords te zoeken. Yahoo meer met browsen en indexen en zo. En Google wist ik toen helemaal nog niks van. En dan had ik nog startpagina, die gebruikte ik af en toe. Of het was dat iemand zei van goh, dit of dat is een leuke website. En dan had je het wel zo'n beetje gehad. En de praktijk was dat ik niet altijd vond wat ik zocht. Dus ik ging ook steeds rondshoppen. Dus uiteindelijk ging ik ook Ilse proberen. Hotbot heb ik nog geprobeerd. En Excite heb ik nog geprobeerd. En et cetera. En toen ergens na 1,5 jaar of zo, toen zei iemand een keertje van goh, je moet Google eens een keer proberen. Een huisgenoot was dat volgens mij. En toen ben ik min of meer ongemerkt altijd Google
blijven gebruiken, omdat het gewoon goed werkte. En ik vermoed, als je wereldwijd nu de aandelen kijkt, dan zal het voor heel veel mensen ongeveer zo gelopen zijn. Mensen die later internet zijn gaan gebruiken dan ik, die denken, die hebben misschien überhaupt nooit heel veel andere search engines uitgeprobeerd. En ja, zo is het voor mij gelopen. En tegelijkertijd bijvoorbeeld qua browsers, Internet Explorer, die stond gewoon op mijn computer. En nou, dat was prima, heb ik eigenlijk altijd doorgebruikt. En tot ik uiteindelijk bij Google ging werken. En nu is het Chrome. Maar ik denk dat de meeste mensen die hebben dat gewoon op een computer staan, die wat minder ervaren zijn. En je ziet nu dat Chrome ook heel erg hard gaat. Nou, verder zie je drie fases waarin het internet is ontwikkeld. In het begin is de bandbreedte nog niet zo heel erg groot. Dus dan heb je met name tekst, et cetera. Dus dan is het een kwestie van lezen. Op een gegeven moment dan komt het kopen van producten komt wat meer in opkomst. Dan zie je dus ook de eBay's die opkomen en Amazon, et cetera. En uiteindelijk wordt het bereik van het internet groter en de bandbreedte wordt groter, waardoor je dus ook content kan streamen die min of meer vergelijkbaar is wat je met tv kan en misschien nog wel rijker dan dat. En daarmee is YouTube uiteindelijk groot geworden en is het internet een beetje in een soort volwassen stadium terechtgekomen. Wat kenmerkend is de hockeystick curve, dus de snelheid waarmee de groei op een gegeven moment versnelt. En het gevolg daarvan is dat bedrijven ook steeds sneller tot volwassenheid komen. Dus je ziet een aantal daarvan hoeveel tijd het heeft gekost om tot 100 miljoen gebruikers te komen. eBay 8 jaar, Skype 3 jaar, YouTube 18 maanden. Nou, Facebook weet ik het eerlijk gezegd zelf niet van, maar dat is vast ook heel erg snel gegaan. Dat gaat gewoon steeds sneller. En dat betekent ook dat het steeds moeilijker is voor bedrijven om die snelheid van verandering bij te houden. Nou, dat internet dat moest op een of andere manier betaald worden. Dat wordt deels betaald uit het feit dat mensen dingen kopen op internet. Het wordt deels betaald omdat mensen content betaald consumeren. Maar voor een heel groot deel moet dat ook gewoon met advertising betaald worden. En ook advertising heeft een aantal fases van ontwikkeling doorgemaakt. En de eerste fase is eigenlijk gewoon de bekendste. Daar is het internet gewoon groot op geworden. Dat is de fase waarin je advertising doet. En je kunt de klik en de conversie gewoon mooi volgen in je analytics systemen die je hebt. Daar is AdWords groot op geworden. Daar is bijna alle online reclame groot op geworden. Maar dat werkt alleen maar in de context van als je een online shop hebt en je volgt die klik naar de conversie, dan kun je alles perfect volgen. Maar zodra als dat je een offline winkel hebt of je bent geïnteresseerd in merkeffecten, nou, dat verschijnt dus allemaal niet in die tools. En intussen is dus dat bereik van internet is groter geworden en de bandbreedte is groter geworden. Dus we hebben opeens reclame op internet die prima geschikt is om merkeffecten neer te zetten, om je imago te veranderen, et cetera. Alleen dat zie je niet meer in die oude tools terug. Dus de klassieke marketers die kijken naar tv-tools en die zien GRP's, et cetera, die hebben niks met kliks en impressies. Dus die denken van ja, wat moeten we daar nou mee? Laten we dan toch maar online voor kliks en conversies gebruiken, ondanks dat het prima geschikt is voor branding. Nou, er komt vervolgens een fase waar we eigenlijk nu in zitten. Dat is social, local, mobile. Dus, mobiel is groot geworden en daarmee is het internet niet alleen bij iedereen beschikbaar, maar ook nog altijd en op elke plek. En dat betekent dat social enorm drive heeft gekregen, omdat je altijd met iedereen kan connecten. En daarmee is ook reclame veel meer lokaal geworden. En omdat het meer lokaal is geworden, is het geschikter voor kleinere bedrijven met een kleine geografische straal om zich heen. En wat je dus ziet is enerzijds de online wereld die beweegt de offline wereld in, terwijl de metrics eigenlijk nog met name geschikt zijn om reclame af te rekenen voor online conversies. En je ziet dat de offline wereld, dus tv, radio, print, die gaan de online wereld in. En het marketingvak in grote bedrijven ziet er nog steeds zo uit als op dit plaatje. Want wat er uiteindelijk gebeurd is, van de warme marketeers die waren heel goed met tv, massacommunicatie, met distributiekanalen, prijspromoties, dat soort dingen. De klassieke marketeers. En vervolgens kwam daar het internet met hele gedetailleerde data, met real-time volgen van conversies en het helemaal hakken in hele kleine stukjes om uiteindelijk te optimaliseren. En dat bleek gewoon zo'n danig ander vakgebied, dat online marketeers dus ook standaard in gescheiden teams terecht zijn gekomen.
Eerst heel klein, een beetje vreemde eet in de bijt in de hele organisatie. En geleidelijk aan worden ze groter en groter en groter. Maar in elk bedrijf dat ik spreek, zitten online en offline marketeers. Die zitten in gescheiden teams. En de online marketeers die kijken naar kliks, conversies, impressies, hebben analytics tools, et cetera. De offline marketeers die kijken naar bereik, GRP's, prijspromoties, distributiecijfers, branding. De offline marketeers hebben branding uitgevonden. En daar kom ik straks nog op terug, maar dat is een heel belangrijke ontwikkeling voor offline marketing geweest. En wat er vervolgens gebeurt is dat die twee dus met elkaar gaan concurreren en daarmee nieuwe ontwikkelingen vertraagd omarmen. En dat heeft gevolgen voor hoe de consument bediend wordt. En dat wil ik illustreren met dit voorbeeld. Deze schoen, die heb ik gekocht inmiddels, dat is nu alweer 2 jaar geleden, in het blauw. Uiteindelijk was hij niet meer in het groen. En 5 weken geleden heb ik hetzelfde verhaal, exact hetzelfde weer meegemaakt. Toen was ik aan nieuwe sneakers toe, omdat deze inmiddels een beetje versleten zijn. Toen ging ik naar een G-Star winkel en daar merkte ik precies hetzelfde. Ik was in een brandstore, in dit geval Adidas brandstore, en 5 weken geleden in een G-Star brandstore. En ik was schoenen aan het passen en vervolgens bleek van, nou ja, sorry, we hebben deze schoenen niet in uw maat. Wil ik nog een keertje allemaal schoenen passen en zo, maar die vond ik toch echt allemaal minder mooi. Dus ik wilde per se deze. En die mevrouw in de winkel die zegt gewoon, nou sorry, die hebben we niet. Laat me zo weglopen. En toen dat de eerste keer gebeurde met Adidas Dragon, dacht ik, nou, kijk wel eventjes op de schoen. En ik onthoud even dat het Adidas Dragon is, zoek ik straks wel even op en dan koop ik hem online. En ik liep vervolgens die winkel uit. En ik denk, wat is dat dan weer voor iets belachelijks? Dat die mevrouw me ook wel kunnen zeggen. En die had ook wel kunnen zeggen, weet je wat, we bestellen hem nu hier online. Heb je morgen thuis. Dan weten ze tenminste zeker dat ik die Adidas schoenen koop en niet iets anders. Of dat ik misschien wel helemaal niks koop. En nou, nadat dat gebeurde, ben ik rond gaan vragen. Ik spreek iets van 5 grote bedrijven, denk ik wel, per week. En dan ben ik gaan vragen, goh, als iemand dan bij jullie in de winkel komt, en ze hebben dat product voor jullie niet op voorraad, wordt die dan doorgestuurd naar de webshop of niet? En ik heb maar 1 keer ja gehoord. En dat was bij Scheer en Foppen. Die hebben een soort zuil in de winkel staan. En in die zuil hebben ze dan gewoon hun webshop zitten. En dan wordt gewoon netjes online wat besteld. En de onderliggende reden, al die marketeers zijn zich wel bewust dat het belangrijk is en dat het logisch zou zijn om dat te doen. Maar de onderliggende reden is het feit dus dat die online en die offline marketeers zo gescheiden georganiseerd zijn. Dus die winkels die zijn onderdeel van de offline marketingketen. En als die mevrouw in de winkel zegt van, goh, we stellen hem even op de website, dan doet dat helemaal niks met haar target. Sterker nog, ze heeft er meer belang bij om te kijken of ik toch niet iets anders in die winkel wil kopen, want dan wordt die winkel uiteindelijk beloond voor meer sales. Het omgekeerde werkt dus ook zo. Op het moment dat iemand bij zichzelf denkt van, nou ja, ik wil het liever niet op de website kopen, want ik wil het nog even in mijn handen houden, dan heeft dus die online marketeer er geen belang bij om te zeggen, weet je wat, je kan ook naar de winkel gaan en haal je daar wel, want dan heeft hij dus in feite iemand van zijn website weggestuurd en heeft hij geen conversie gescoord. Dus, en dat zie je echt bij alles. Je ziet het bij online, offline reclame. Dus als je een mediabureau hebt en het blijkt dat je budget bijvoorbeeld efficiënter zou kunnen inzetten door ook een beetje op online video te zetten voor bepaalde doelgroepen, dan komt onmiddellijk het krachtenveld tussen de online afdeling en de offline afdeling, want die moeten dan over budget met elkaar gaan concurreren. Of je hebt het online en het offline mediabureau, want het zit ook nog heel vaak bij gescheiden mediabureaus, die gaan dan met budget met elkaar concurreren. En vervolgens komt alles met heel veel vertraging, soms wel 2-3 jaar vertraging op gang. Iedereen optimaliseert binnen zijn eigen discipline, maar niet het totaal van het hele bedrijf. En dit is nog de makkelijke variant, want je praat hier over een brandstore. Dus de hele keten valt binnen het eigen merk en toch gebeurt het niet. Maar je hebt ook nog de variant waarbinnen de winkel helemaal niet binnen jouw bedrijf valt, maar dat het zomaar een winkel is. En uiteindelijk is daar dus helemaal geen enkele vorm van stimulus om te zorgen dat je in ieder geval maar iets koopt, ongeacht waar je het koopt. Dus de consument is dus ook niet vrij om zelf te kiezen waar je iets wil kopen, omdat iedereen graag wil dat het in zijn kanaal gekocht wordt. Nou, dat is zonde. En dat is extra zonde, omdat die consument wel gewoon dwarrelt over kanalen. En nou, research bij Google heeft tot taak om te laten zien datgene wat je eigenlijk niet in je normale tools kunt zien. Dus research bij Google begint daar waar de online tools ophouden. Nou, de online tools die kijken naar directe conversies online. Maar heb je bijvoorbeeld een indirecte conversie, iemand heeft contact met een reclame, maar denkt van ja, het komt er nu even niet uit, ik typ vanavond al even de URL in op een andere computer. Dan kan dat getriggerd zijn door je reclame, maar je ziet het niet in je tools. Nou, dat is in feite een merkeffect, want er is iets in iemands hoofd gebeurd en daarna heeft het getriggerd dat hij iets ging doen. Nou, die merkeffecten moet je dus vinden met research.
En hetzelfde vindt plaats als iemand zegt van, weet je wat, ik heb iets online gezien, maar koop het offline. Dat is ook een vorm van merkeffect, of we noemen het ook wel online to store effect. Vind je niet in je tools, dus dat moet je vinden met research. Nou, wat we bijvoorbeeld doen, is online kopers en offline kopers met elkaar vergelijken. Die hebben we hier op een rijtje gezet. In dit geval gaat het over mensen die een weekendje weg hebben geboekt, een reisje. En wat je ziet, links de offline boekers, rechts de online boekers. En we hebben een soort cross-media panel waar we van 10.000 huishoudens al hun online-offline koopgedrag continu mogen volgen. Dat is een panel van een onderzoeksbureau, GFK Panel Services. Het tv-gedrag van die mensen wordt gevolgd. Al hun online gedragingen worden continu in de database weggeschreven. Dus we hebben inmiddels al iets van 2,5 jaar online gedrag en koopgedrag van diezelfde grote groep mensen. En daar kun je dus binnen kijken. Nou, weet je wat, we pakken van 9 maanden pakken we alle mensen die een weekendje weg hebben geboekt en we gaan terugkijken in het online gedrag. En dan gaan we kijken hoe dat oriëntatieproces tot die aankoop eruit zag. Nou, en dan krijg je dit soort cijfers van. Ik heb straks ook nog een hele mooie slide. Dan kun je het gemiddelde oriëntatieproces tot aan een aankoop kun je zien. En hier zie je dus offline boekers, die doen gemiddeld in 68% van de gevallen eerst online oriëntatie en daarna gaan ze alsnog naar de winkel omdat ze het blijkbaar toch even vast willen houden. De reis kun je niet vasthouden, maar ze willen dan waarschijnlijk nog advies hebben. En online boekers doen het wel ietsjes meer, dat is 79%. Offline boekers doen ongeveer 52 handelingen online. En online boekers doen 59. Nou, dus online boekers eigenlijk allemaal wel een beetje meer, maar uiteindelijk is het wel min of meer hetzelfde. Dus online en offline boekers zijn gewoon mensen die over de kanalen heen dwarrelen en aan het einde van de rit nog even kiezen waar ze dan echt willen kopen. Maar uiteindelijk gebruiken ze online en offline kanalen geïntegreerd en moeten we dat dus ook geïntegreerd bedienen vanuit marketing. Nou, omdat dit soort informatie dus niet standaard in tools verschijnt, je kunt in tools niet zien hoeveel van jouw bezoekers op je website uiteindelijk toch maar gekozen heeft om in de winkel te kopen of andersom, doen we dus onderzoek bij Google. Dit is een heel gaaf onderzoek, hebben we met TNS gedaan. In 39 landen, 36 productcategorieën, hebben we mensen bevraagd of ze hun laatste aankoop online of offline hebben gedaan. Wat voor oriëntatieproces daarvoor zat, wat voor touchpoints ze hebben gebruikt, et cetera. En dat onderzoek is volledig gratis beschikbaar via een website. En die heet www.consumerbarometer.com. Dus kun je gewoon intypen en dan kom je op deze site terecht. En ik laat even heel kort zien wat er ongeveer in te vinden is. En dan zou ik aanmoedigen om dat later nog eens te bezoeken en te bekijken als je het interessant vindt. Nou, je ziet dus, als je op de site komt, kun je eerst nog kiezen uit 4 opties. En ik heb nu even een van die 4 opties gekozen, waarin je door de data heen gaat browsen. En dan kom je in dit scherm, waar alle landen op een rijtje staan. In dit geval staan ze gesorteerd op percentage mensen wat een online purchase heeft gedaan, maar je kunt daar ook iets anders voor kiezen. Je kunt ook online research of et cetera kun je kiezen. Je kunt filteren op verschillende doelgroepen. Je kunt eventueel sorteren naar volgorde. En de grootte van de ballen is zeg maar het percentage mensen wat online aankoop heeft gedaan. Klik je op een land, in dit geval Nederland maar eventjes als voorbeeld. Dan kom je bij alle productcategorieën die in het onderzoek zitten. Dus je vindt ze ook overigens hier op een rijtje. Kun je gewoon zien hier car parts, cars, et cetera. Nou, technologie. En dan kun je vervolgens, elke keer als je over getal gaat, wordt er in een zinnetje neergezet wat het getal exact betekent. Dus in dit geval kijken we naar van de mensen die computer hardware hebben gekocht in Nederland, heeft 38% dat online gekocht. Nou, klik je daar weer op. Dan kom je in een soort factsheet terecht. En in dit geval is het een vergelijking tussen Nederland en België. En wat je dan hebt, is hier het koopgedrag, online koopgedrag, offline koopgedrag. Dat is 2 kolommen. En hier heb je het oriëntatiegedrag. Dit zijn de mensen die alleen maar online georiënteerd hebben. Dit zijn de mensen die alleen maar offline hebben georiënteerd. En deze mensen hebben het allebei gedaan. En je ziet dat het zwaartepunt een beetje ligt hier bij offline kopen, maar wel online en offline oriënteren. En België en Nederland zijn er ook niet zo heel erg anders in. En hier heb je dan nog een hele grote bulk zitten die ofwel alleen maar online gekocht hebben, online georiënteerd hebben. Nou, dit soort informatie vind je dus niet in je tools. Maar is wel heel belangrijk met de bepaling van, goh, moet ik nou een online shop hebben of niet? Je kan wel een winkel hebben en iedereen koopt het netjes in die winkel. Maar als mensen daarvoor online gaan oriënteren, dan eindigen ze uiteindelijk toch niet in jouw winkel als jij niet vindbaar bent in het internetgedrag. Je vindt hier ook
De touchpoints die mensen gebruikt hebben, dus of ze search hebben gebruikt om te komen, of dat ze social hebben gebruikt, of vergelijkingswebsites, et cetera. Er zit ook wereldwijd smartphone-penetraties in de tool, tablet-penetraties, dus kun je ook kijken of het bijvoorbeeld in sommige landen belangrijk is om een mobiele website te hebben of niet, of het belangrijk is om een app te hebben of niet. Zit allemaal in de tool en is gratis beschikbaar. Even terug naar een presentatie. Nee, helaas. Oh, dat verklaart het. Dat was twee keer hetzelfde plaatje. Ik dacht dat ik in de website zat. Maar dat was, En nou, dit soort informatie is belangrijk voor online marketeers. Want als je dit soort data niet geeft, dan heb je eigenlijk alleen maar die feedback loop van die directe responsen. Wat je directe online sales na een klik is. En dat is eigenlijk gewoon het korte termijn effect van je reclame. En als je alleen maar die feedback loop hebt en helemaal niks anders, dan krijg je dit soort reclame. En zo ziet dus ook heel veel online reclame eruit. En dit kun je verklaren vanuit de ontwikkeling die is gezien in offline marketing. Ik noemde net al, offline marketeers hebben branding uitgevonden, was niet voor niks. Als je bij een fast mover werkt, bij een Unilever of wat dan ook, en je hebt niet zoiets als een brand tracker staan, en je stuurt alleen maar op je korte termijn sales, dan doe je niks anders meer dan prijspromoties in de supermarkt. Want prijspromoties hebben altijd de grootste impact op korte termijn sales. Nou, als je een nieuw product hebt, een nieuwe productlancering, kun je nog voorstellen dat als iemand dat dan voor het eerst probeert, dan creëer je nog een bepaalde waarde voor de toekomst, omdat er dan misschien nog vervolgaankopen komen. Maar als je in een verzadigde markt zit, dan zie je op het moment dat je te veel prijspromoties doet, dan gaan mensen hamstergedrag vertonen. Dus dan wachten ze gewoon op de volgende aanbieding, want ze vinden de normale prijs steeds vaker niet meer acceptabel. En dan zie je dus het verkoopniveau na de aanbieding eventjes inzakken. En dan gaan ze pas de volgende aanbieding gaan ze weer opnieuw een beetje inslaan. En dan wachten ze weer op de volgende. En uiteindelijk is dus je merk gedevalueerd en ben je alleen maar aan het prijsvechten. Nou, op internet is het zo dat in principe alles groeit nog de hele tijd. Dus heel veel mensen die hebben nog nooit iets online gekocht. Dus op het moment dat je dan met een soort prijsvoordeel ze voor het eerst zover kan krijgen dat ze online een aankoop doen, dan leidt dat heel vaak tot vervolgaankopen en heb je dus nog waarde gecreëerd voor de toekomst. Maar op het moment dat iedereen op een gegeven moment eens een keertje online gekocht heeft en de online groei verzadigt, dan kom je dus op het moment dat je zo te werk gaat met alleen maar die feedback loop over korte termijn conversies, kom je in een spelletje van prijsvechten en dan ben je vervolgens niks anders meer aan het doen dan prijsvechten en gaat je merkverhaal helemaal onderuit. Je stuurt volledig op korte termijn. Nou, dat is niet handig. En dat zie je in deze slide. Deze komt ook weer uit hetzelfde type onderzoek. Dus we hebben al die mensen van al het gedrag kunnen volgen, hun koopgedrag, et cetera. Deze gaat over smartphones en smartphone-abonnementen. Dus we hebben hier in 9 maanden tijd hebben we iedereen gepakt die een smartphone met een smartphone-abonnement heeft gekocht. En helemaal aan het einde van deze reeks zit dan de aankoop. En alle handelingen die daarvoor zitten, dat is zeg maar het gemiddelde oriëntatieproces totdat iemand een smartphone met abonnement koopt. En dan zie je dat het ongeveer 45 dagen gemiddeld duurt. We hebben het gesplitst in manufacturer websites, comparison sites, search, retailers en provider sites. En op het moment dat je dus op directe conversies stuurt, dan stuur je eigenlijk alleen maar op de handelingen die in de tweede helft van deze slide zitten. En wat in smartphones heel vaak zo is, is dat mensen eerst op device zoeken. Dus dan gaan ze denken eerst van, nou, ik wil eigenlijk wel een iPhone hebben. En vervolgens dan zoeken ze op allerlei iPhones, hoeveel het kost en waar die verkrijgbaar is. Misschien de iPhone 4 met de iPhone 5 vergelijken. En dan uiteindelijk denken ze, oké, dan hebben ze die informatie verzameld. En dan in de tweede helft gaan ze dan allerlei providers heen en weer tokkelen, kijken wie het goedkoopste aanbiedt. En het resultaat daarvan is dat dus die provider keywords, een keyword met de provider naam erin, die converteren beter dan keywords met device namen erin. Dus het advertising budget gaat met name allemaal naar device keywords. En dat betekent dus dat er een gat open ligt voor bedrijven die beginfase, waarin mensen nog op device zoeken, als ze daarin weten de consument weten weg te kapen. Nou, dat weet je alleen maar als je dit soort informatie hebt en verder kijkt dan die laatste klik die op je reclame plaatsvindt, waarna die aankoop eraan plaatsvindt. Nou, het lastige van dit soort onderzoek is dat je het niet aan mensen kunt vragen. Normaal gesproken, vroeger was het zo, als je onderzoek deed, dan zette je vragenlijst uit en dan zei hoe heb je georiënteerd, zo en zo. En
Dat kan tegenwoordig niet meer, want nou, je zag het al, is 45 dagen gemiddeld, iets van 55 handelingen. Niemand weet meer welke keywords hij heeft ingetikt, niemand weet meer welke sites hij is geweest, et cetera. Dat is gewoon onmogelijk. En om dat te laten zien, hoe lastig het is om dat gedrag te krijgen, hebben we in het onderzoek hebben we een vragenlijst vergeleken, dus wat mensen zelf zeggen dat ze gedaan hebben, met het gedrag wat ze echt vertoond hebben. Dus we hebben mensen 3 maanden van tevoren gevraagd, goh, ben je de komende 3 maanden van plan om, in dit geval gaat het over het weekendje weg, om een weekendje weg te gaan boeken? Zo ja, welke merken ga je overwegen en welke wordt het volgens jou? En 3 maanden later hebben we gevraagd, heb je daadwerkelijk een weekendje weg geboekt? Welke heb je overwogen en wie is het geworden? En dat hebben we vergeleken met het echte gedrag. En dat blijkt dat ongeveer 1/4 van de mensen überhaupt helemaal niet weet dat ze een weekendje weg gaan boeken. Ze overwegen in hun echte gedrag 10 keer zoveel merken als dat ze van tevoren denken. En ze vergeten daarna ook weer 2/3 als je ze vraagt, oh, welke heb je nou allemaal overwogen? En dat heeft hele belangrijke gevolgen voor marketing. Want wat je dus ziet, is dat bedrijven die met name investeren in de klassieke massacommunicatie, die zitten heel hoog in die klassieke merkfunnel, zeg maar. Dus wat mensen zelf zeggen, de bekendheid van merken, de merken die ze overwegen, et cetera. Dan heb je bijvoorbeeld een Neckerman, is zo'n merk. Die zit heel hoog in die klassieke funnel. En als je dan in de echte online gedragingen gaat kijken, dan verdwijnen ze min of meer. Dus die zijn heel erg zichtbaar geweest in media, blijkbaar, of ze hebben een lange historie. Maar uiteindelijk liggen ze niet in de schappen van het online gedrag van de mensen. Arke is het omgekeerde voorbeeld. Die zit dus, als je mensen van tevoren vraagt waar ga je het kopen, dan zeggen maar heel weinig mensen, ik ga het bij Arke doen. En uiteindelijk in het online gedrag zit ze heel erg hoog. Dus Arke doet blijkbaar iets slims met hun online marketing. Nou, de kunst is om die twee in balans te krijgen. Dus dat je je inspanningen van je offline en online marketing team zodanig coördineert dat je niet zo'n rare scheve pijl hebt, maar dat dat een mooie evenwichtige verdeling is. Nou, dit leidt ook weer tot het vraagstuk van cross-media planning. Nou, dat vraagstuk dat is echt heel erg ingewikkeld. Alleen al het vraagstuk van online video versus tv, dat is echt de meest gestelde vraag van grote adverteerders ooit. En de verwachting is min of meer dat daar een soort balans uitkomt van nou, ik denk dat je gemiddeld ongeveer zoveel op het een en zoveel op het ander. Maar de praktijk is dat op sommige doelgroepen is het 1-5 keer zo goedkoop, maar het is 3 keer zo duur op andere doelgroepen. TV heeft seasonality in de prijzen zitten, dat is online weer niet zo. Op het internet heb je weer het probleem dat je niet op 1 website iets wegzet, maar dat je meteen een deal met 100 websites moet maken. Dan heb je overal weer andere prijsplannen, et cetera. Het gevolg is dus ook dat internet heel vaak wel goedkoper is om in te zetten. Maar dan zeggen ze, ja, ik vind het operationeel zo ingewikkeld, daar begin ik gewoon niet aan. Dus dat is dan ook weer een andere drempel. En dus die hele integratie is ook vanuit mediavak heel erg lastig. En wat je dan krijgt, is dat mensen denken van, weet je wat, ik ga wel eerst wachten totdat de data mij vertelt dat ik echt hoe dan ook moet schuiven naar die nieuwe ontwikkelingen. Want zolang als dat nog niet zeker is dat heel erg groot en heel erg belangrijk is, dan doe ik het maar liever niet. Want dan neem ik een risico. En tegelijkertijd is het zo, op het moment dat je niet substantieel uitprobeert wat bijvoorbeeld een online campagne voor je kan doen, dan kun je het ook niet meten. En dan kom je in een soort kip-en-ei verhaal terecht. Dat is met name een probleem voor grote bedrijven, want die doen pas dingen als je het kunt bewijzen met data dat het belangrijk is. Maar die nieuwe data, die is er vaak voor nieuwe verschijnselen niet. En dan blijft het dus even een tijdje liggen, net zolang tot die data er eindelijk een keertje is. En intussen staan er dan dus allemaal kleine bedrijven op die slimme dingen doen en een stukje van de business afpakken. En online en offline marketeers bestrijden elkaar dus eigenlijk te veel, waardoor ze achterblijven. En dan komt de kans voor de kleine bedrijven. Dit is hoe het internet, hoe het bedrijfsleven eigenlijk voor het internet uitzag. Bijvoorbeeld 2 muziekketens die instrumenten verkopen. Eentje verkoopt in Europa, eentje verkoopt in Amerika. Vervolgens komt het internet op. En wat je dan ziet is dat die in Amerika denkt dan misschien van, weet je wat, ik ga ook in Europa leveren, want ik kan nu via de post en mensen kunnen mij vinden op mijn site. En andersom misschien. En omdat ze meer schaal hebben, kunnen ze het productassortiment uitbreiden. Dus komen ze meer in elkaars vaarwater terecht. Vervolgens komt er ook een of andere drumfan die zegt, weet je wat, ik begin mijn webshop en ik doe niks anders dan alleen maar de allergrootste en de gaafste collecties van drumstokjes ga ik op mijn website zetten en dat ga ik verkopen. En iemand anders doet hetzelfde, die zegt, ik wil een hele grote connectie met gitaarsnaren. En heb je in het groen de winkel in Amsterdam op de hoek, die denkt van, ja, ik heb mijn winkel, maar ik vind het eigenlijk ook wel leuk om een webshop erbij te hebben. En die heeft opeens een verspreidingsgebied
groter gemaakt. En intussen zitten die twee grote bedrijven, die zitten met dat interne probleem van dat schizofrene spanningsveld, waardoor ze te traag bewegen. En stukje bij beetje poppen daar dus al die kleine bedrijven op. Waar eigenlijk, ik denk ook voor heel veel mensen hier, heel veel kansen liggen. Om die bedrijven te helpen om dus online te gaan, de nieuwe online data te gebruiken, et cetera. En succesvoller te worden. En uiteindelijk krijg je dan dus een krachtenveld in de markt waar veel meer keuze is voor de consument. En waar ook ja, goede concurrentie is om op allerlei manieren waarde te creëren voor een eerlijke prijs. Nou, dit is het advies wat ik daar altijd geef aan zeg maar, de Unilevers van deze wereld. Je moet op een of andere manier nadenken over gezamenlijke targets voor de offline kanalen en online kanalen. Op het moment die geen gezamenlijke targets hebben, dan gaan ze voor hun eigen targets rennen, want dat is wat uiteindelijk de bonus aan het einde van het jaar oplevert. En je kan ook niet verwachten van iemand dat hij zijn best gaat doen om de online sales te helpen bevorderen als hij aan het einde van het jaar dan dus minder bonus krijgt. Dat is gewoon, daar zijn mensen helaas te egoïstisch voor. Je moet ze eigenlijk ook gewoon in één kamer zetten. En het liefst ook gewoon elke dag. Dan komt er veel meer spontane cooperation, samenwerking komt er tot stand. Soms ook gewoon dingen doen. Grote bedrijven moeten datzelfde lef hebben als wat die kleine bedrijven hebben. Van ja, we hebben helaas geen data. Kleine bedrijven hebben vaak veel minder data, want die hebben geen geld om al die ingewikkelde onderzoeken te doen. Dus die moeten het dan doen met eventueel zo'n consumer barometer. Maar dat heeft lang niet dezelfde diepgang als wanneer je zelf helemaal op maat een onderzoek zou doen. En toch krijgen ze heel veel dingen voor elkaar. En dat lef heb je als groot bedrijf ook nodig, mag je nooit vergeten. En het is belangrijk bij alle nieuwe online ontwikkelingen. Hoe eerder je start, hoe beter. En dat zien we bijvoorbeeld nu met, ik hoor het van bijna iedereen die probeert mobiele websites bijvoorbeeld te bouwen en tablets, et cetera. Dat is veel ingewikkelder dan het lijkt, want dan zit je weer met alle verschillende systemen, et cetera. En vervolgens dan heb je het eindelijk voor elkaar. En dan komen de verschillende systemen weer allemaal met updates en upgrades, et cetera. En is je website weer door de war. En als je dat proces pas begint tegen de tijd dat de cijfers zeggen van nou, mobiel internet is nu zo groot, nu kun je er echt niet meer omheen. Dan ben je nog een jaar bezig voordat je het allemaal voor elkaar hebt. Dus begin zo vroeg mogelijk en ga dan met een soort launch- en iterate-strategie naar een compleet beeld. Nou, als we dit dus niet doen, dan ligt er dus die kans voor de mensen in de zaal, voor de klanten waarvoor jullie werken, om dat stukje van die markt af te snoepen. En uiteindelijk denk ik dat de consument er alleen maar beter van wordt. Hoe meer concurrentie, hoe meer waarde en voor een hele redelijke prijs. Nou, ik hoop hiermee een leuk kijkje in de keuken gegeven te hebben van wat een research manager bij Google zoal doet. Stukje historie van het internet en wat dat met het bedrijfsleven heeft gedaan. En nou, ik hoop dat jullie een hele mooie dag hebben verder nog. Dankjewel. Misschien eerst even kijken of er vragen zijn. Of reacties uit de zaal. Helemaal niemand. Nou, dan was het erg duidelijk. Ik vond heel herkenbaar, gewoon een eigen ervaring van heel recent. Moest al een tijdje een nieuwe harde schijf hebben voor de laptop van mijn dochter. Koop dat soort dingen altijd online, maar het kwam er gewoon niet van. Liep door een stad waar ik niet woon, zag een Dixon en ik dacht, gewoon eens vragen. Met enige schroom. Want ik denk van, ja, als ze het maar hebben. Ze hadden het niet. Nee, meneer, kunnen we wel bestellen. Ik zei, ja, ik woon hier niet, dus dat schiet niet op. Mama, morgen in huis. Ik zei, ja, maar ik woon hier niet, dat schiet niet op. En we kunnen hem ook laten bezorgen. Ik zeg, ik woon hier niet, dus dat schiet niet op. Konden gewoon de volgende dag, waar ook in Nederland, dat ding bezorgen. Dus die hadden het voor elkaar. Maar goed, dankjewel. Ja. Duidelijk verhaal. Ja.